Zoals veel van jullie waarschijnlijk wel hebben meegekregen, is Luc eind juni plotseling overleden. Dit is het laatste project van ons samen dat we hebben afgemaakt. Voor Luc. Dit is Lieke. De coronacrisis heeft mentaal veel impact op haar gehad. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik al een jaar niet meer mezelf heb kunnen zijn. Daarom neem ik haar mee op reis om haarzelf weer terug te vinden. En als ik elke influencer ooit ter wereld mag geloven, is er maar één plek om dat te doen. Bali. Dit is Luc en Lieke op zoek naar zichzelf. In de vorige aflevering kon je zien hoe wij ons, in onze zoektocht naar onszelf, de eerste dagen op Bali onderdompelden in yoga, meditatie en heilig water. Deze aflevering gaat onze zoektocht verder. We ontdekken een hele andere kant van Bali door te duiken in de surf lifestyle. En een cursus breathwork geeft ons nieuwe inzichten over onszelf. Een van de populairste activiteiten hier op Bali en voor veel mensen een belangrijke manier om zichzelf te zoeken is surfen. Ja, mensen van over de hele wereld komen hier naartoe om de surflifestyle tot zich te nemen, om op die manier zichzelf te vinden. Ja, en ik ben benieuwd, werkt dat nou eigenlijk een beetje? Hè? Is die surflifestyle, draagt dat nou echt zoveel bij aan jezelf vinden? Nou, ik ben vooral benieuwd of wij dit kunnen. Zie je die golven? Holy shit! Nou, schat, jij zegt al maanden dat je zeker weet dat jij kan surfen, ook al heb je nog nooit op een plank gestaan. Ja, ik denk het echt. Ik denk echt dat dit een beetje mijn verborgen talent is. Ik ga gewoon die zee in, pak de surfplank en ik surf zo raads die golven. Ik betwijfel het, maar ze zeggen dat op Bali iedereen kan surfen. Dus volgens mij is er maar één manier om erachter te komen. Let's go! Laten we gaan surfen. Surf. Ik hoop dat surfen ook mij dichter bij mezelf kan brengen. Eerst gaan we een plank huren om te kijken of we überhaupt een beetje kunnen surfen. Ik denk dat hem is. Ga eens liggen. Ik voel aan de energie van de plank dat dit hem is. Ga eens even liggen. Nou, perfect. That's perfect, isn't it? Perfect. Perfect. Oké. Nou, let's go. Oké, Liek, we hebben boord. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. En ik ben een beetje bang. Ja, maar je hebt er vooral heel veel zin in. Heb jij er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Denk je dat je het kan? Nou, ik heb toen ik 13 was, heb ik een keer een surfkamp gedaan. En toen kon ik het best een beetje. Okay. Maar toen ik 20 was, ging ik nog een keer een week surfen. En toen bakte ik er echt geen pepernoot meer van. Dus, wat denk je dat het dus wordt? Ik denk dat ik hier ook niet zo heel veel van heb. Nou, laten we het uitzoeken, pik. Zou ik maar gewoon de kop pakken? Probeer maar gewoon, ja. Ja, pak hem! Deze golven zijn echt veel te hoog voor mensen van ons niveau. Hey. Liek? Ja. Hoe is het? Slecht. Toch een moeilijke middag, hè, surfen? Oh, mon de zieke. Ik heb het onderschat. Misschien toch beter dat we even lesje gaan nemen, hè? Lijkt me ook. Ik wil dan nog even een pogentje. Ga jij nog één keer een pogentje doen, ga ik je proberen te filmen. Ik stank! Dat noemen we geen staan, Liek. Oké, ga op je bord liggen, dan gaan we naar de kant. Oh. Ik ben kapot! Oh. Fucking hell, hè? Ik heb nog niet zo geturfd als je dacht, hè? Nee. Wacht, ik heb één golf gehad. En toen kwam die, zeg maar, dat witte wat je ziet. Ik kwam vol op mij, ik werd eronder gezogen en toen dacht ik, what the fuck? Nou, misschien is het toch wel een goed idee als we even een lesje nemen, hè? Ja. Oké, surfles dus. En gelukkig hebben we daar Dirk voor gevonden. Hij is een surfleraar en woont op Bali. Volgens Luc is hij echt een zieke surfer. We gaan op pad, naar een surfspot die wat meer geschikt is voor beginners. Ik heb wel echt zin in, man. Ja, toch? Ja. Ik vind het spannend. Ja, ik ga wel mijn best doen. Ik zou het wel nice vinden als ik aan het eind van de dag weer een beetje kan staan op een surfplank. Ja, nee, ik heb ook al mijn vertrouwen verloren gaandeweg. We beginnen bij de basis. Want hoe moet dat nou eigenlijk, dat surfen? Dirk? Je zet je handjes naast je borst en je strekt jezelf helemaal uit. Ik wil graag dat je de binnenkant van je voet naast de knie, voorste voet, die mik je bijna tussen je armen. Let op. Bam.
Als je dit gefixt hebt, dan ben je voor mij al goed bezig. Zullen we het gewoon lekker gaan oefenen? Ja. Let's go. Stop. Juist. En kom langzaam omhoog. Yes, we gaan gewoon lekker het water. En je Lies, jongens, die gaat om je achterste voet. Oké, Liek, heb je er zin in? Ik heb er wel zin in. Ja, toch? Ja. Wat denk jij dat we hier uit gaan halen? We zijn natuurlijk op zoek naar onszelf in dit programma. Wat gaan we eruit halen, denk je, nu met surfen? Nou, ik hoop toch echt een stukje tevreden. Dat je trots op jezelf bent en dat je het wel gewoon gefixt hebt, toch? Je hebt gesurfd in Bali en je hebt hier golven gepakt. Maar misschien hierna kan je echt naar mooiere surfspots gaan en dat je daar wel echt relaxed kan gaan worden. Dus het is een stukje rust vinden en trots op jezelf zijn. En misschien ook wel de surf lifestyle van gewoon rust gaan, geduld. Ja, dat is voor mij wel werkt het wel een beetje zo. Oh, dan ben je wel naar op zoek. Rust en focus. Liek, hallo. Oh, sorry. Jezus joh, godnonderdjoe. Dus nu moet ik aan werken. En dan is het tijd om het nu echt te gaan proberen. Eens kijken of we dit keer wel blijven staan. Ik wilde heel veel zeggen, maar dat was de eerste golf die ik deed vandaag. En ik stond. Ik ben echt helemaal buiten adem. Waarschijnlijk voelde het koeler dan hoe het eruit zag, maar ik stond wel. Lucht doet het goed. Holy shit. Ik vind dit dus, ondanks dat ik al een paar keer goed op mijn bek ben gegaan, wel echt heel leuk. Het is moeilijker dan je denkt, toch wel. En ik vind wel respect voor Lieke dat hij al 2-3 keer gewoon prima staat. Ze heeft toch wel stiekem een beetje gelijk gehad dat ze het wel een soort van kan. Ik maakte een bocht per ongeluk. En toen raakte ik in paniek. Toen riep ik naar hen: wat doe ik? Wat gebeurt er? En toen bam. Ik ben wel echt super trots op jullie jongens. Het ging echt super lekker. Ja? Tegen alle verwachtingen in. Het zijn echt lastige condities vandaag. Maar je hebt het echt super netjes gedaan. Nice. Jullie gaan echt keihard. Nou, jij was echt een goede leraar, man. Thanks, ik vond het echt nice. Ik vond het echt leuk. Gelukkig. Oké, surfen zou mij dus meer focus en rust moeten brengen. Maar ik merk dat ik nu eigenlijk vooral snel buiten adem ben. Misschien moet ik dus eerst eens goed mijn ademhaling onder controle krijgen, voordat die rust en focus überhaupt kan komen. Luc heeft daarom een verrassing voor mij. Ik heb een breathwork workshop geregeld. Daarbij ga je heel erg bezig zijn met je ademhaling. En het idee is een beetje dat je high wordt van je eigen ademhaling. Doordat je dus hele speciale technieken gaat gebruiken. Gaat heel veel zuurstof naar je hersenen. En dan ga je allemaal lijpe dingen ervaren als het goed is. Ja, dat high bevalt me wel. Maar ik vind het toch wel ook wel een beetje spannend. Want Jij hebt niet zo'n goede ademhaling, hè? Ik heb geen goede ademhaling. Dus ik merk dat dat een beetje snap het wel. Vast zit. Ja. Maar goed, ik ga het gewoon meemaken. Proberen. Zullen we erin gaan? Zullen we maar Let's gewoon... Ik had niet zo heel veel zin in deze breathwork. Ook omdat mijn yoga komt heet en naar boven dat die ademhaling van mij, dat is gewoon niet... Heb ik gewoon niet onder controle. Ik heb wel echt tegen mezelf gezegd, laat het los en ga er blanco in. We're going to go on this journey. And I want to have you visualize with our imagination a beautiful doorway in front of you. We begonnen met mediteren. Voor het eerst vond ik dat leuk. Hij had aan het begin gezegd, als je het ergens niet mee eens bent met wat ik zeg, dan mag je daar je eigen invulling aan geven. En dat was voor mij heel fijn, want ik heb eigenlijk van alles wat hij zei, daar heb ik gewoon mijn eigen ding van gemaakt. Ik had een heel beeld gecreëerd van een soort villa in Toscane. En de engelen, dat waren gewoon mijn ouders en mijn vrienden om me heen. Een soort sci-fi setting waarbij ze allemaal een soort van energie in mij aan het stralen waren. En dat ik helemaal zo opsteeg. En het bruiloft in Toscane meet Star Wars. Het was heel vet omdat het een soort van mijn eigen ding was. Toen gingen we over in die breathwork echt en ik vond dat echt mega vet. The simplest thing we do is breathe, but it's the most powerful thing we can do for ourselves. Lower belly, upper chest, full exhalation. Feel the breath, be with it, trusting your process. On the count of three, we're going to say out loud, I love myself. 1, 2, 3, I love myself. Zeg maar in het begin toen moest ik zeggen, ik hou van mezelf. Dat vind ik gewoon awkward. Het voelt gewoon alsof ik mezelf voor de gek hou. Ik was helemaal aan het verkrampen en soort van, ik zat helemaal in een soort space. Je hele lichaam verkrampt. Het deed zoveel pijn in mijn armen en in mijn lippen. Holy shit, mijn lippen waren echt soort van helemaal verkrampt gewoon.
Ik merkte ook dat het alles heel gevoelig was. Op een gegeven moment zat ik aan mijn haar en ik voelde dat soort van lijpe tintelingen in mijn handen. Dat voelde allemaal heel, heel bijzonder. Op het moment dat we weer normaal mochten ademhalen, toen ging de pijn echt heel erg naar mijn hart. Het is niet per se fysiek, maar je voelt gewoon dat die pijn doet of zo. Het allerzwaarste eigenlijk van die hele meditatie vond ik dat aan het einde hoorde ik Lieke gewoon janken. En ik kan daar niet tegen. Ik wilde haar een knuffel geven, maar dat mocht niet. Tenminste, ik wist van dat moet ik niet doen, want dat is haar eigen proces in deze workshop. Dit is de eerste keer dat ik me schuldig voelde naar mezelf. En toen besefte ik, wow, dan is dit ook de eerste keer dat ik mezelf het waard vind om me schuldig voor te voelen. En ik denk dat dat laat zien dat ik een hele grote stap heb gezet vandaag. Tijdens die hele trip is er geen emotie losgekomen. En eigenlijk ben ik nu tot de conclusie van, ik hoef mezelf niet te vinden, want ik heb mezelf al gevonden. Ik ben gewoon echt, ben ik tot inzicht gekomen, en misschien heb ik dat dan wel gevonden. Ik ben gewoon echt heel erg in connectie met mezelf. Op de een of andere manier. Ik weet ook niet hoe ik dat gedaan heb. Maar ik weet wie ik ben, ik weet wat mijn emoties zijn, ik weet wat mijn sterke en zwakke punten zijn, ik weet wat mijn verleden is, ik weet waar ik heen wil. En ik ben er eigenlijk best wel blij mee, met die ontdekking. Ik wil jou de hele tijd knuffelen. Je bent zo lief. Het is oké. De breathwork heeft mij meer controle gegeven over mijn ademhaling. Ik hoop dat ik dit kan meenemen in onze laatste surfsessie. Een hele goede morgen. Het is 6:10. Dat is ook onderdeel van de surf lifestyle, dat je vroeg opstaat voor de first wave met zonsopgang. Dus die gaan we pakken. Alleen is Lieke niet echt een fan van vroeg opstaan. Dus die gaan we even uit het bed trekken. Lieke, je moet wakker worden. Het is tijd om op te staan. Nee. Jawel. Hoe vroeg is het? Het is 5:30. Ja, dat is niet normaal. 5:30, normaal kom ik nu thuis. Oké. Surftime. Waar is mijn koffie? Waar is je koffie? Ben je butler niet? Ja, maar ja, als je al de terrortaken hebt en je moet zo achterlijk vroeg uit bed gaan herhalen. Zet dan op zijn minst even een koffietje klaar. Schat, je weet dat ik geen koffie kan zetten, want ik drink zelf geen koffie, dus ik weet niet hoe dat moet. Ik heb wel zuurzak. Maar misschien is het wel geheimer. Vind je niet lekker? Luk, het is 6:30. Waarom vind je dit lekker zo vroeg? Ja, ook van. Doe mij maar een peuk. Nou ja, ik ben niet echt de snelste 's ochtends. Dus die eerste golf, die hebben we helaas gemist. Maar dat neemt niet weg dat ik super veel zin heb in deze dag. We gaan namelijk, net als echte surfers, surfen op open water. Spannend? Nou ja, ik zie wel dat de golven steeds hoger worden hier. En dan gaat mijn hartslag ook wat hoger. Ik vind het wel heel leuk eigenlijk. Ik heb dit echt nog nooit gedaan, dus ik vind het wel spannend, ja. Maar ik denk dus, het schijnt dat het echt lekkerder is, dat het lekkerder surft. Dit zijn de offshore golven die wij gaan surfen. Hier, kijk nou. Ah, wat vet! 1,5 meter hoor! Weet je wat ik ga doen? Oh my god! Ik vind het echt fantastisch! Maar ik had wel weer, wat Dirk ook zei, dat ik niet uit enthousiasme rechtop moet gaan staan. Ik denk nu ook naar de boot zwaaien. Ah, dat was de eerste keer dat ik echt surfde. En dat gevoel is zo fucking lekker. Dit was zo fucking vet. Holy shit. Ik snap het helemaal, die surfers. Het is zo vet. Ik heb een golf zelf gepakt met zelf peddelen. En ik heb een 1,5 meter golf gepakt. Ah! Oh my god. Zo cool.
zit onder de schrammen en ik heb waarschijnlijk een zonnesteek, maar verder prima. Kijk dan, laat bouwen. Maar het was het helemaal waar. Oeh, dat is wel echt fucking leuk. Wel echt op zo'n fucking vet. Plank is wel echt moeilijker dan softop. Ik heb echt af en toe zitten struggelen. Maar echt fucking leuk. Je hebt het echt goed gedaan, man. Jij ook, ouwe. Jij stond de hele tijd. Ja, klopt. Zeker. Fucking goed. Heeft ze gewoon gelijk gehad, hè? Dat ze zei, ik kan dit. Ja, ik kan het gewoon. Maar ik ben fucking trots op je, schat. Je hebt het fucking goed gedaan. En ja, het belangrijkste vind ik, ik zag de hele tijd alleen maar plezier op je gezicht. Ja, ik was heel blij. Oftewel. Oh, it helped. You found yourself. Oh. En kijk even deze ondergang erbij. Ik kan echt huilen van geluk, hè? Kijk. Je hebt een vriend. Jij weet hoe je me blij kan maken. Cheers. Cheers. Op de goede golven. Dit is lekker, hè? Dit is lekker. Dit is echt goeie. Shaka Bra, Michael. Hoe is het met mijn oude surfchick? Oh, dit is zo makkelijk als jij dit doet. Ja, het gaat goed, man. Ik heb onwijs genoten van het surfen. Jij vond het leuk, hè? De eerste keer, echt niet. Maar op het moment dat we les kregen van Dirk en je een beetje wist hoe het moest en wat de bedoeling is van het water. Ja. Ja, toen begon ik het wel leuk. Ja, ik moet het je meegeven. Je zei het al. Je kon het gewoon. Ja? Het eerste lesje en je stond en je ging. En het, ja. Ja, dat ging wel goed. Respect. En het belangrijkste vond ik dat ik echt aan jouw ogen zag dat je ervan genoot. Oh, ik was blij. Ja. Dat je echt happy was. En dat het jou toch, denk ik, geholpen heeft in je zoektocht naar jezelf. Absoluut. Lekker de golven opgaan, het water in. Even je hoofd leeg. Gewoon niet denken. Ja. Dat heb ik nooit, maar het is heerlijk. Ja. Nee, ja. Ja, ik herken dat helemaal. Ik vond dat ook bij het surfen. En dat had ik van tevoren natuurlijk eigenlijk wel een beetje verwacht. Ja. De verwachting dat dit mijn aflevering zou worden, in ieder geval meer dan de yoga aflevering, dat is wel waar geworden. Ik vond het ook heerlijk. Maar goed, ja. We hebben ook deze aflevering wel ook wat meer spiritueel gehad. We hebben natuurlijk Absoluut. Allebei best wel een heftige ervaring gehad bij die breathwork. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ik vind het heel confronterend. Maar ik ben blij dat ik het gevoeld heb. Ja. En dat ik heb mogen ervaren. Vooral die intense hartpijn aan het einde. Dat was me eigenlijk bijna iets te intens. Ja. Maar zoiets zou ik wel gewoon vaker willen doen. Dat je continu iets meer de scherpe randjes eraf haalt. Ja. Nou ja, komt misschien wel goed uit. Want de volgende aflevering gaan we nog even wat meer de diepte in. Ja. Gaan we echt de spiritualiteit in. Daar heb jij zin in, hè, Luc? Nou, niet echt. Ik moet zeggen dat ik daar toch een beetje tegen op zie. Want dat is gewoon echt niet mijn ding. Maar goed, nogmaals, we gaan er open in. Ik ga wel echt mijn best doen om het te ervaren. Ja. Goed, heel erg bedankt voor het kijken weer. Wil je nou de volgende aflevering zien? Abonneer dan op dit kanaal. Laat in de comments even weten wat je ervan vond. En doe een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Yes. Ik zou zeggen, tot volgende keer. Volg onze zoektocht naar onszelf. Wie weet leer je er nog wat van. Doeg, ciao, tot ciao. De volgende.